ik heb een vriendin ontmoet in mijn huis. En dat is handig. En ja, dat kan ik iedereen aanraden. Maar dan komt, ik woon in Amsterdam en ik woon in een woongroep. En ja, ik wil daar meteen wel even aan toevoegen. Een woongroep is niet begeleid wonen. Nee. Nee, ik weet dat gewoon. Maar ik woon ook al een hele tijd. Maar ik kwam er dus achter dat heel veel mensen daar gewoon vanuit gaan. Ja, dan vertel ik van, joh, ik woon in een woongroep. En blijkt dat mensen dus, die zeggen het niet, maar die denken, oh, die kan het nog niet helemaal zelf. Zo! Ja, ik was laatst was ik op een verjaardag. Ik zit met iemand te praten, die heette Joost. Maakt helemaal niet uit voor het verhaal, maar goed, hij heette Joost. En die vraagt mij, waar woon je? Ik zeg, nou, Amsterdam. Hij zegt, leuk, ik woon ook in Amsterdam. Hij zegt, joh, waar in Amsterdam? Ik zeg, nou, ik woon achter de Dam. Hij zegt, oh, wat leuk, hartstikke luxe, binnen de grachtengordel. Ik zeg, nou, ja, het is niet heel luxe. Ik zeg, woon in een woongroep. Nou, die verjaardag veranderde de hele sfeer, net als hier. Het was heel gek. Ik kreeg opeens mijn eigen bakje chips. En ja joh, ik kreeg een glaasje Fanta. En op een gegeven moment ging je naar het toilet. Was iedereen weg? Kwam er één iemand terug. Zegt, kut Kim, wij gaan op stap. Hoe laat word je opgehaald? Nou,